Nou, dat was bijzonder snel, hè? Jullie waren bijzonder snel klaar met het intikken. Doe even die waaiers naar beneden. Ik zal even Mark uitnodigen om de vraag te laten zien. Meteen de vraag. Wat is een plectrum? Mark, je had 48.000. Hoeveel heb je ingezet? 47.000. Die komt erbij, want het is dus goed 95.000. Eddie had 77.000. Kijken naar de vraag. Wat is een plectrum? Hoeveel heb jij ingezet, Eddie? 75.000. Komt er ook bij. 152.000. Wordt spannend, hè? Etienne had de leiding met 80.000. Zijn vraag. Wat zie ik nu? Wat is een plectrum? Ah, nee. Dat mag ik niet goed rekenen. Hoeveel heb je ingezet van die 80.000? 77.000. Die gaan er vanaf. Je houdt nog 3.000 over. Dus we hebben een winnaar, hoe dan ook, en dat is verrassend toch geworden, Eddie, met 152.000 frank. Gefeliciteerd. Etienne, je was een bijzonder goed kandidaat. Je kwam in het begin heel erg goed op dreef. Ik hoop dat je tevreden bent met de derde prijs. Ja, toch nog. Ja, ja. Eddie, jij komt straks aan de beurt. Eerst naar Mark. Voor Mark hebben we de tweede prijs. Ja, in het leger hoef je eigenlijk voor geen kleren te zorgen, hè? Maar dat doen wij dan toch, hè? En dan is er de winnaar met een mooi begin, 152.000 frank. Gefeliciteerd nogmaals. Je kunt er een weekje over doen, want volgend weekend ben je opnieuw van de partij. Zeker en van zaterdag, ik hoop ook zondag, maar dat hangt er vanaf. Dames en heren, prettige week, tot volgend weekend. Ook de waagstukdoos, verkrijgbaar in iedere speelgoedwinkel. Waarom nog wachten? Donderdag 15 augustus is uw lottocentrum gesloten. Met de lotto spelen is dus uitgesloten. Denk eraan, speel ervoor of erna. Sterk voor ons. Dat valt nog te bezien. Frosties van Kellogg's. Gesuikerde maïsvlokken, boordevol energie. Frosties geven tijgerkracht. Kom op, tijgers. Frosties geven je tijgerkracht. Geven je tijgerkracht. Frosties geven je tijgerkracht. Frosties van Kellogg's. Geven je tijgerkracht. Morgenavond. Felipe, listen to me. Your loyalty has given me the courage to face death. A bottle of your best vintage, senorita. It's time to celebrate. Sergeant Mendoza, look! It is Zorro. He is dead. Zorro is dead. De avonturen van Tornado en zijn zwarte bereider Zorro. Morgen om 8 uur.
En daarna is Egypte het toneel van een reeks vreemde, gruwelijke wurgmoorden in Mission Impossible. Any information yet on Magdalena's whereabouts? Well, not yet, but I'm expecting to meet his chief honcho. You look much better today. These eyepieces are actually two video screens. In time, you'll understand all of this. I think I understand now. En na Mission Impossible wordt er een aanslag beraamd op de paus. He was my masterwork, but he is of no use to us. Yeah! A weapon. You're the one who will be punished. I thought the IRA had the answer. They could put it right. Happy are those who are called to his supper. Confessional, morgen om 9:15. We hebben een klassieker vanavond op het programma. El Cid is een historische, groots opgezette spektakelfilm met een al even knappe vertolking van onder meer Charlton Heston en Sophia Loren. De film speelt zich af in Spanje, de 11e eeuw, en begint met de jonge hertog Rodrigo Díaz, een nobel strijder die op weg is naar zijn verloofde Jimena, met wie hij weldra in het huwelijk zal treden. U heeft hem wellicht ook ooit in de bioscoop gezien, maar hij is beslist de moeite waard om te herbeleven. El Cid.